Ja, yo, beste kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe video van mijn YouTube-kanaal. Vandaag gaan we natuurlijk de Halloween special maken van 2023. Dus dat betekent, ik ga natuurlijk nu in mijn nieuwe kamer, zoals jullie achter me kunnen zien. Mijn hoogslaper is weg, maar ik heb nu dus een nieuwe kamer. En dat betekent, ik ga dus nu kijken naar een video van een YouTuber die voor Halloween een verlaten plek gaat verkennen. En dat is wat we gaan doen, beste kijkers. Jongens, meisjes. Beste kijkers. Nou ja, in ieder geval, de YouTuber die het aan het doen is, die dus de video heeft gemaakt, heet Abdullah Al-Ambari. En is in werkelijkheid een man die livestreamt op zijn Snapchat. En hij maakt dus video's waarin hij verlaten plekken verkent. En dat, beste kijkers, dat ga ik dus nu kijken. Ik weet 100% zeker dat het leuk gaat worden. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel. Dus dat betekent, doe allemaal je oortjes in en let's go! Even nog een waarschuwing. Kun je niet tegen enge dingen, dan zou ik deze video niet gaan kijken. Je bent gewaarschuwd. Oké, beste kijkers, dit is dus al een beetje een stukje van wat er officieel in de video gaat gebeuren. Maar het gaat nog enger worden. Dus let goed op. Oh, besef dat ik dit ook gewoon heel laat in de avond doe. Het is nu heel laat in de avond. En dat betekent dat het heel eng gaat worden. Let's go. Oké. En jullie zagen ook al, beste kijkers, dat er stond Abdullah Al-Ambari. Oké, dit is dus Abdullah, beste kijkers. Abdullah die gaat letterlijk een verlaten plek onderzoeken. أسعد الله صباحكم بكل خير حبيت المتابعين في كل مكان يوم جديد معكم الليلة المغامر عبد الله العنبري في مغامرة جديدة. Ze spreken echter wel Arabisch in deze video. Abdullah en zijn vrienden. Dus dat betekent. Ik weet dus echter niet wat ze zeggen, maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met de video. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, beste kijkers, kijk maar rustig mee. Als jullie weten, beste kijkers, wat Abdullah en zijn vrienden zeggen, laat het weten in de reacties, want ik versta helaas geen Arabisch. En ik denk de meeste van jullie misschien ook niet. Maar als jullie misschien weten wat ze zeggen, laat het dan weten. En nogmaals, geniet in ieder geval. Maar eerst gaan we luisteren naar wat Abdullah en zijn vrienden zeggen. اي ملاحظه اي استفسار اكتبه على هاشتاج تويتر المغامر عبد الله العنبري او ارسله على الخاص دعواتكم Het enge gaat nog komen. كثير كثير من الناس طلبوا مني ادخل هذا الموقع. Ik denk dat ze iets bespreken. Maar kijk, en nu is Abdullah alleen. En jullie zien, beste kijkers, er staat ook Al-Ambari. Dat is Abdullah's echte naam van Snapchat. Ja, Abdullah die livestreamt op zijn Snapchat. Daar gaan we. Als jullie weten, beste kijkers, wat Abdullah en zijn vrienden zeggen, laat het weten in de reacties, want ik versta helaas geen Arabisch. En ik denk de meeste van jullie misschien ook niet. Maar als jullie misschien weten wat ze zeggen, laat het dan weten. Maar kijk, en nu is Abdullah alleen. En jullie zien, beste kijkers, er staat ook Al-Ambari. Dat is Abdullah's echte naam van Snapchat. Ja, Abdullah die livestreamt op zijn Snapchat. Daar gaan we.
بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. En nu gaan we het huis in. Oh my god. Dit gaat eng worden. Wow, dat huis is echt verlaten. Ik zeg heel eerlijk, beste kijkers, als ik in de midden van de nacht in dat huis was, was ik gelijk weggerend. Oh ja, en ik ga trouwens voor jullie ook nog even een linkje in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie de video ook zelf kijken, dan horen jullie mijn gepraat niet. Maar ik zet wel even een linkje in de beschrijving naar de video. Ik dacht echt eventjes dat er net iemand was. Oh. Oh, gek. Beste kijkers, die deur ging letterlijk uit zichzelf open. Nu begrijp ik dus ook waarom Abdullah een helm draagt en een mondkapje. Bismillah. Bismillah ar-Rahim. Wat betekent eigenlijk smillah? Smillah. Kijk, dat bedoelde ik. Abdullah zegt smillah. Bismillah ar-Rahim. Oh, nee! Die deur ging ook gewoon uit zichzelf open. Oh. Oh, ik heb echt een volle hartverzakking gekregen. Maar als jullie weten wat dat betekent, smela, laat hier in de reacties weten, want ik weet niet wat het betekent. Al dat lawaai dat dat ding maakte, dat Abdullah wegtrapte, maakt het wel extra eng. Ik wist wel dat het heel eng ging worden. Oh my god. Ik weet zeker dat er zometeen weer iets engs komt. Oh nee. Wat de... Oh, wat de hel? Oh, ik heb een volle hartverzakking gekregen. Die deur ging in één keer zo boem, boem, boem de hele tijd doen. Oh. Kan gewoon niet. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Ik weet niet wat Abdullah net zei, maar oh, nu weet ik dus waarom Arabisch heel moeilijk is om te vertalen. En oh, ik kreeg gewoon weer een volle hartverzakking. Maar goed, we gaan door. Wat de hel? Die deur ging weer een keer raar doen. Oh. Oh, dat was vreselijk. Niet normaal. Je hoort Abdullah gewoon ook zo erg ademen van de schrik. Dat is echt intens. Bismillah. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اقسم بالله يا جماعه اقسم بالله ما انا عارف امشي. Ik hoor echter wel dat Abdullah wel heel vaak smillah zegt. Ik weet nog steeds niet wat het betekent. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh, die deur. Oh, die deur. Wat? Nee. Bismillah. Oh, maar. Bismillah. Oké, okay. Blijkbaar gaat Abdullah nu wegrennen. Abdullah rent nu weg. Dat is zeker. En blijkbaar is Abdullah er helemaal klaar mee. Oh my god. Nou. Oh. Als je me nou zegt. Oh, ik heb wel meer dan 5 keer een hartverzakking gekregen. Beste kijkers. Want jullie zagen dat Abdullah een hele enge video had gemaakt. Hij ging in zijn eentje letterlijk een verlaten huis onderzoeken. En dat betekende dat hij zelf dus ook in het midden van de nacht dat ging doen. Ik zou dat nooit durven. En ik hoorde ook dat Abdullah best wel vloeiend Arabisch sprak. Ik weet niet wat hij allemaal zei, maar als jullie dat weten, laat het alsjeblieft hierachter in de reacties. En hij zei ook vaak het woord smela, als jullie goed luisterden. Maar goed, ik weet niet wat smela betekent. Maar goed, dat moeten jullie ook dan maar zelf uitzoeken. Eventjes het licht aandoen, sorry. Mocht jullie dit natuurlijk nogmaals weer eventjes een enge en een leuke video vinden, druk dan zeker natuurlijk nogmaals weer eventjes op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik, beste kijkers, dat ik jullie allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. Hopelijk was deze video niet te eng voor jullie en hopelijk heb je wel toestemming gekregen van je ouders om dit te kijken. Want ik hoop dat jullie wel goed kunnen slapen, want deze video was inderdaad wel eng. Maar hij was verder wel leuk. See you all later!